kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kit PvP. De vorige video van Kit PvP vonden jullie heel erg leuk, er waren heel veel likes op achtergelaten. Dankjewel daarvoor en we gaan daarom vandaag lekker verder. We gaan eens kijken of we kunnen ownen, misschien best wel wat kills vandaan kunnen pakken. Terwijl hier iemand buiten probeert te rennen, terwijl ik hem zie. Haha, opletten meneer. Haha, je bent down, dankjewel voor je golden apple. Kill nummer 1 is binnen. En wij gaan kijken of wij dus vandaag misschien wel een nieuw killrecord kunnen maken. Daarvoor moeten wij... totaal 27 kills hebben. Dus dat is een beetje lastig om natuurlijk te halen. Het is makkelijk mogelijk. Er zullen mensen zijn die hebben misschien wel 50 kills zonder één keer dood te gaan. Maar ik vind het toch pittig lastig om het te doen. Aangezien er ook een aantal hele goede mensen PvP hier op de Kit PvP van DDG. En ook een aantal wat minder goede natuurlijk. Maar ach, wat maakt uit. Mensen, jullie kunnen lekker achterover gaan zitten en genieten van de Kit PvP. Terwijl ik mijn best voor jullie ga doen om misschien toch wel om een win. Je kan hier niet in winnen, Duffy. Duffy is een winnersmentaliteit. Misschien wel een mooie game neer te zetten. Terwijl ik toch echt dacht dat ik hier net een naam zag. Maar dat zou wel weer aan mij hebben gelegen. Ik moet ook niet in huis ingaan. Dan raak ik helemaal in verdwaald. Ik zie hier een naam. Kijk aan. Gaan we hier lekker naartoe. Er zit in dit huis. Dit keer zit wel iemand in dit huis. Oké. Okay. Waar is de ingang? De freaking hell is de ingang. Hallo? Hè? Oh, is het serieus hier? Nee, ook niet. Wat? Oh, hier. Waarom sta je stil? Nou ja, hey, kill nummer 2 is binnen. We kregen volgens mij geen extra golden apple van, maar goed, ach, wat maakt het uit. De free kill, daar doen we het voor, hè. Het is helemaal goed voor onze KD dat wij daarmee omhoog komen. Wil hier ook weer iemand hebben? En weer een kill, mooi zo. En we gaan kijken of we deze ook down kunnen halen. Want tot nu toe, goed gaat. Oh, kom op, kom op. Oh my god, Oké, dat is wel heel slecht. We hebben hem down, daar gaat het natuurlijk om. Maar ik speel het best wel slecht uit, terwijl hier iemand zit. Nee, die zit hier niet. Wat? Hè? Oh, zit dit huis is die ingegaan. Oh, oh. Ho, 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 ho. Duffy, wegwees hier. Niet inmengen. Niet inmengen. Oké, nu wel. Wat? Och. Ze willen allemaal voor mij. Terwijl ze iedereen kunnen killen. Maar ze moeten per se mij killen. Dat is één nadeel aan als ik Kit PvP speel dat mensen mijn naam herkennen. En daarop willen ze mij killen. jij bent down. Jij bent lekker down. Het is trouwens de eerste keer dat ik hier ben gespand. Op zich best wel vet. Dit is die plek bij de lavapoel waar je gespand kan worden. Maar goed, de kill nummer 1 is alweer binnen. En we gaan lekker door. We hebben dus ook al over de 200 mensen vermoord. Dat is op zich best veel. Goed, we gaan eens even kijken of wij er wat aan kunnen doen. Oh, je bent geband bij Mart Visser, jongen. Oh. Burn. Burn, hackertje. Burn. Ja, Mart Visser is vanavond erg actief op Kit PvP. Met bands en mensen checken. Dus denk niet, mensen, dat jullie zomaar kunnen hacken op Kit PvP. Er zijn best veel hackers, zijn er ook al geband trouwens op Kit PvP. Voor de mensen die misschien is ontgaan of zo. Misschien dat je de eerste dag speelde en je veel hackers tegenkwam. Ik durf te wedden. En dat is niet eens overdreven dat we zeker al een stuk of 30 tot 40 hackers van Kit PvP hebben verwijderd met Force Field. Ze zullen er altijd blijven, ze zullen er ook nu nog steeds zijn. Maar ja, we zijn natuurlijk keihard er ook mee bezig om die dingen op te ruimen. Ik noem het ook echt gewoon om die dingen op te ruimen. Oh, hij hitte zichzelf. Faal. Go Duffy. Oh, deze tactiek Duffy. Duffy, de heen- en weerloop tactiek van Duffy. Hoppatee. En dan gaan we weer. Oké, okay, go, go. Ja, ja, ja. Hoppatee, hij moet down zijn. Yes, oké dan. We gaan lekker. We hebben alweer 4 kills. Een KD van 3.6. Dat is, vind ik niet verkeerd. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een KD hebben van 4. Misschien wel 5. Misschien zelfs wel 6. Maar ik ben zeer tevreden met mijn eigen KD. In ieder geval positief. Dat is natuurlijk wel het mooiste. Dat zou ook geniaal zijn. Dan speel ik zoveel Hunger Games. En dan kill ik best veel mensen. En dan uiteindelijk heb ik een negatieve KD hier op Kit PvP. Hit ik iemand daar nou dan? Oh, ik hit hem. Oh, ik hit hem. Oh, ik ben zo scheef met een boog. Ja, die gewend gaat ontsnappen. Daar kan ik niks tegen doen, lijkt me. Of heb ik hem? Ik zie hem niet eens meer. Ik weet niet eens meer. Wow! Waar ik op zat te schieten. Oh! Hier had ik mazzel mee dat ik deze kerel nog net op tijd zag. Holy shit. Duffy is op PA hack door het midden. Duffy Pro. Wat? Ik hack door het midden?
Even een slokje cappuccino en we kunnen weer door. Dat is mijn brandstof, mensen, om goed te kunnen PvP'en. Mensen vragen altijd, Duffy, kan je het mij leren of wat dan ook? Ik kan het jullie niet leren. Het enige wat ik jullie kan zeggen is, als je gaat vechten, neem cappuccino mee. Dat is zo slecht. Maar het werkt wel. We gaan lekker door, we hebben 6 kills. En daar zie ik alweer een nabi. Een nabi. Meneer. Meneer? Hey Hendrik. Hendrik. Hendrik, hé. Hey. Hendrik. Kom eens hier, hé. Hey. Hé, hey, gozertje. Gozer. Kom eens hier, man. Ik wil ook net met u vechten. Hallo, meneer. Oh, hij kreeg net damage van een sprong die hij deed. Als hij in het circus zit. Hij kreeg net damage van een sprong die hij deed. Oké, okay, go. Hendrik. Kom eens hier, jongen. Hé, hey, Hendrik. Kom neus. Dus kom pielen wassen. Oh my god, hij gaat zich mengen in de fight hier. Oh my god. Multifight! Ja! Tuurlijk, ga maar op Duffy weer. Tuurlijk, ik had me er niet in moeten mengen misschien. Hoppatee. Hoeveel kills heb ik gemaakt? 1 kill. Nou ja, dat betekent toch dat we wel weer 7 kills hebben. Wij rennen hier lekker weg. Ik weet niet of er nog iemand was of niet, maar het maakt me helemaal niks uit. We rennen gewoon lekker weg, want ik heb geen zin om het te risken. Terwijl ik hier ook weer iemand zie. Kan ik hem down krijgen? Kom op. Ja, hij is down. Nice. Oké, okay, eten wij lekker een golden appeltje. Ik merk ook als ik met een boog kills ga maken, of probeer kills te maken moet ik eigenlijk zeggen, dat ik dan ook altijd even mijn mond dicht hou. Dat ik gewoon even niks te zeggen heb. Dat ik het gewoon lastig vind. Dat is serieus zo. Kom maar, gaan we vechten. Je doet helemaal niks. Oké, okay, dat vind ik ook goed. Dankjewel voor jouw golden apple. En we hebben inmiddels alweer 9 kills. We gaan erg lekker. Een KD van 3.7 moet je nagaan. We hadden net 3.6. We zijn gewoon met een 0.10 omhoog gegaan. Wat helemaal niet verkeerd is. Terwijl ik daar iemand achter me zag. Oké, dan rennen wij even hier naartoe. Kijk, ik zie daar dus iemand. Ik zie daar iemand. Daar in de verte zit iemand. We moeten daarvoor wel even voorzichtig zijn natuurlijk. Neem ik ondertussen een slokje kan van mijn cappuccino. Ah, ja, het smaakt goed. Oké. Misschien moeten wij dan toch maar gaan. Misschien moeten wij gewoon gaan en gewoon voorgaan. Weet je, ik bedoel... Snap ik altijd nog. Oh, er lag hier gewoon een... Blindly. Blindly. Dat is Kevin. Kevin! Kevin! Kom hier! Nee, die ontsnapt wel. Die kan ik niet meer bijhouden. Nee, dat is onmogelijk. Die rent zeker nu het water in. Yep, die is gone. Huh? Waar is die überhaupt heen? Is die on... Daar kan hij niet zitten, toch? Nee. Zou daar ook gewoon iemand zitten zonder gear? What the fuck? Hoe kan iemand daar nou zitten zonder... Oh, die is zijn gear gewoon uitgetrokken. For real? Oh, die gaat nou zijn gear aantrekken. Nou goed, dan gaan wij lekker weg daar, want die kunnen we toch niet meer raken. We zijn Blightly Knights hebben kwijtgeraakt en wij gaan gewoon lekker door. Het had nacht begint te worden. Dat haat ik. Het is goed als verspringt zo meteen in één keer naar dag. Dat dan weer wel, maar... Kom op. Word dag, word dag, word dag. Daar zie ik niemand, oké. Okay. Ik zie hier ook verder even niemand. Het is rustig hier. Ik ben nu een beetje in die in de berg aan het ronddurpen, zeg maar. Maar ik zie niet echt veel mensen, hoewel ik hier weer namen zie. Hoppatee, we gaan door, we gaan door, we gaan door. Oeh, hij heeft nu natuurlijk die speedbuff nu. Go. Yes, man down. Oké, okay, dat betekent een killspree van 10. We gaan lekker en daarom krijgen we ook vuurwerk achter ons aan. Voor de mensen die daar een vraag over hebben waarom het is. Zodra je dus een killing spree hebt van 10 of hoger, komt de vuurwerk achter je aan. En dat is om mensen die bij jou in de buurt zijn te alarmeren. Ik weet niet of het een woord is, maar ik vind het een heel mooi woord. In ieder geval dat mensen in de buurt van jou weten van... Oké, okay, er zit hier ergens iemand die heeft best veel kills gehaald. Misschien kan ik hem downhalen. Misschien ook wel niet. Dus als ik nu ga campen in een huisje en iemand spant dichtbij me, dan zullen ze mij horen door mijn vuurwerk. En... Ja, daarom is het gewoon misschien irritant dat het vuurwerk er is, maar het maakt ook wel leuk en moeilijk een beetje een wow factor eraan. Anders kan je natuurlijk in huis blijven zitten gehurkt totdat iemand langskomt. Je kan hem als het ware als een spin kan je hem opeten. Ja, daar ben ik gewoon niet zo van. Zo, ik nu even dacht dat er een pijl op mij vloog, maar vanaf waar heb ik geen flauw idee, dus we rennen lekker door. Nou, daar. Oh, dat hebben we Blindly. Blindly Knight, oftewel Kevin. Die gaat nou, die durft wel op mij te schieten hè, van afstand. Want die weet wel van, ha, hij kan lekker toch niks met boog. Oké, go Duffy. Kill die Belg. Kill de Belg. Kill de Belg. Kill de Belg. Yes! Oeh, scheelde niet veel, maar we hebben hem down. En daarom kunnen we lekker doorgaan nu met onze killspree. Hé, hey, ik eet die golden apple. Waarom eet ik die golden apple niet?
Oh, we eten hem nu pas. Oké, we gaan door. We rennen hier ook gewoon lekker weg nu. We hebben inmiddels 11 kills. We gaan erg lekker. Ik moet zeggen, het is toch wel een van mijn lekkere opneempotjes, moet ik zeggen. Een van mijn lekkerste misschien wel. Dat ik dit gewoon ook echt heb opgenomen, dat ik gewoon lekker ga. Het is natuurlijk niet vaak dat je heel veel kills haalt en dat je altijd maar goed gaat. Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben. De ene keer ga je lekker, de andere keer ga je totaal niet lekker. Het is ook maar net te maken met wie er natuurlijk online is, maar ja, tot nu toe. Ik weet niet wat deze aan het doen is, maar... Hoppatee, man down. Oké, of meisje down, dat kan ook. Het klinkt... Jelena. Dat klinkt ook wel als een meisje, ik weet het niet. Maar we hebben in ieder geval 12 kills, we gaan hartstikke lekker. Hier is moeras. Daar ben ik niet echt fan van om daarin te gaan. Ik vind het een heel vet moeras. Om gewoon rond te lopen, rond te kijken. Maar om erin te vechten vind ik het heel erg lastig. Je hebt natuurlijk heel vaak van dat hoge gras. En in dat hoge gras, als je daarin staat en iemand slaat mis, dan sla je ze met het hoge gras kapot en span meteen weer terug. Maar je snapt wat ik bedoel. Daar doe je dus iemand helemaal geen damage. En in die tijd kan iemand jou net wel even een hit doen. En ja, dat is gewoon zonde als je dan doodgaat. We hebben 12 kills. Misschien kunnen we nog wel een KD van 3.8 halen in dit potje. Dat zou ook wel heel vet zijn. Maar ik zie hier ook helemaal niemand nu. Dus ik denk dat het tijd wordt dat wij de ijsberg ook maar gaan verlaten. Weet je, we hebben hier nu lang genoeg rondgedurpt. We gaan hier gewoon weg. Even de goede weg zoeken en dan kunnen we weg. Dus hier boven langs. Je hebt hier het bochtje om. En dan gaan we gewoon lekker weg. Terwijl ik hier alweer een naam zie trouwens. Oké, okay, even twee pijlen erin geschoten. Dan heb ik toch een kleine voorsprong, terwijl die mij zeer slecht hit. Hoppatee, we hebben weer een kill. Er kwam vuurwerk vanaf, of er kwam zelfs een bliksem vanaf. Is dat normaal ook? Anders valt het me gewoon totaal niet op. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, we hebben inmiddels 13 kills. Daar gaat het om, 13 kills. We gaan heerlijk. Ik eet ondertussen even alvast een nieuwe golden apple, just for sure. En dat vuurwerk, dat is best irritant hoe vaak het nu geschoten gaat worden, zeg. Ja, ren maar weg. Oh, Duffy de Boger. Nee, dat heeft echt helemaal geen enkele zin. Ja. Oh, daarboven. Pew. Oh, hit, kom op. Oh my god. Denk het niet, jongen. Ik dacht, er gebeurt iets achter mij, wat niet helemaal klopte. Hoppatee, man down. Oké. Okay. Nee, niks scheelt. Oh damn it. Ik wist even niet wat hier zou gaan gebeuren. Ik wist niet of de mensen zouden gaan vechten of niet. Maar het was dus wel zo. Ah. Oké, man down. Rennen Duffy. Oké, we hebben wel een golden apple kunnen eten. Gelukkig, go. Ik wil nu niet dood hier. Oké, we hebben weer een kill. Doorrennen, Duffy. Rennen. Holy shit, we zijn low. Oké, en hun zijn aan het vechten. Terwijl we hier weer... Oh, we komen weer tegen, joh. Nee. Dit waren er te veel. Volgens mij had ik een kill spree van... Wat was het? 14 of zoiets. Dat was mijn hoogste wat ik heb kunnen halen in een video. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Kid PvP. Mocht je dit nou leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet niet om lekker op abonneren te klikken. Laat lekker wat in de reacties achter. En als je dit zelf wil spelen, play.dusdavidgames.nl. Later mensen.